Ja, allereerst wil ik even stilstaan bij de beantwoording op de schriftelijke vragen die door mijn partij gesteld zijn over winkelcentrum Nesselanden. Die zijn namelijk exemplarisch voor veel vergelijkbare situaties. Als je de antwoorden destilleert tot de kern, dan wordt er eigenlijk gezegd: ons probleem niet, want alles is eigendom van één partij en die moet het oplossen. Ja, dat kan wel zo zijn, maar de gemeente moet toch rekening houden met een breder perspectief. Ja, het winkelcentrum is eigendom van één partij. Maar dat betekent toch niet dat we leidzaam toe gaan kijken als de boel dreigt te verpauperen. Dat we dadelijk een winkelcentrum hebben dat enkel nog bestaat uit dichtgetimmerde panden en pop-up ateliers. Kijk, in een geval als dit verwacht ik gewoon dat de gemeente proactief zo'n vastgoedeigenaar bij de kraag vat en zegt: vriend, ik weet niet waar jij mee bezig bent, maar dat winkelcentrum van je, dat hoort het kloppend hart van een wijk te zijn. Langzaamaan begint het nu een molensteen te worden die de wijk omlaag trekt. Wat ga je eraan doen om het tij te keren? Ik zou daarom van de wethouder willen weten wat zij gaat doen om het contact met de eigenaar te intensiveren. Want ik denk dat dit een casus is waar we gewoon heel veel van kunnen leren.